In deze video gaan we het hebben over de basishouding die je aanneemt tijdens het zingen. Een juiste houding zorgt er namelijk voor dat je beter kunt zingen. Een verkeerde houding, zoals heel ingezakt staan bijvoorbeeld, heeft effect op je klank. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet goed kunt ademen en dat je longen en je buik niet genoeg de ruimte krijgen om goed te kunnen bewegen. Het kan er ook voor zorgen dat je je stemklank niet genoeg kunt ondersteunen met je adem en met je lichaam. Het kan ook zo zijn dat je nek bijvoorbeeld niet vrij genoeg is, waardoor de spanning komt op je keelgebied en dus ook op je stem. Daarnaast ziet het er simpelweg beter uit als je rechtop staat. Voor de juiste houding mag je op de volgende punten letten. Zorg ervoor dat je voeten op heupbreedte staan en ze wijzen recht naar voren. Het is belangrijk dat je je gewicht verdeelt over beide voeten en je mag een fractie meer naar de bal van je voet het gewicht brengen dan naar achteren, want dan sta je wat onstabieler. Dus een klein stukje naar voren. Dan is het belangrijk dat je knieën niet op slot zijn. Die zijn dus van het slot af en een klein beetje los. Het is belangrijk dat je je bekken een klein stukje naar voren hebt gekanteld. Laat even zien, dus niet dit, een holle rug, maar gekanteld. Je zorgt ervoor dat je een rechte rug hebt en je schouders zijn ontspannen en laag. Ze zijn een fractie naar achteren, maar niet met spanning. En eigenlijk gaan ze automatisch naar achteren op het moment dat je je borstbeen opent. Dus dit is een hele belangrijke. Zorg ervoor dat je hier niet inzakt, maar dat je je borst open houdt. En je ziet het eigenlijk al, de schouders gaan automatisch naar achteren. En het is heel belangrijk dat die tijdens het zingen gewoon lekker ontspannen en laag blijft. Zit er te veel spanning in je borstgebied of je schouders, dat gaat dan door naar je keel. En dat heeft weer invloed op de klank van je stem, want dan zit de spanning dus in je keel. Het is belangrijk dat je hoofd recht op je lichaam is. En je maakt een beetje een lange nek. Dus je mag je voorstellen dat er een touwtje zit vanaf je kruin die naar het plafond loopt. Waardoor je eigenlijk ja, mooi rechtop gaat staan. Dus de voeten, knieën op slot, niet op slot. Alles in één lijn, lekker rechtop en een touwtje vanaf je kruin naar boven. En dan sta je goed voor de basishouding. De juiste zanghouding is dus ontspannen, maar wel actief. Een aantal dingen die ik wel eens zie die eigenlijk verkeerd gedaan worden, zijn de volgende. Het is belangrijk dat je niet in één heup gaat hangen. Het is heel onstabiel en het zorgt er ook voor dat je sneller inzakt. Dus blijf het gewicht verdelen over je twee benen. En zorg er ook voor dat je tijdens het zingen niet gaat inzakken. Ander iets wat ik vaak zie is het volgende. Dat we het hoofd te ver naar voren laten hangen. Zo. Dus het is heel belangrijk dat je die probeert rechtop je lichaam te zetten. Nog iets wat ik soms zie is als je je kin te ver omhoog wil doen of te ver naar beneden. Dat willen we ook vaak doen op het moment dat we hoog of laag zingen. Dus bijvoorbeeld dit. Creëer ik daar alleen maar meer spanning mee in mijn keelgebied. Ik kan beter mijn hoofd recht houden, dus een soort van hoek van 90 graden. En dan kan de toon veel vrijer klinken. Nog een dingetje is dat je de handen ontspannen laat, of de armen ontspannen laat hangen. En je wil niet een gesloten houding aannemen, dus niet de armen voor de borst of in de zakken of overal aan friemelen. Dat geeft heel veel onrust. Dus de basis is gewoon ontspannen armen. De basishouding is dus ook stilstaan. Dat betekent niet dat je niet mag bewegen, maar begin vanuit de basis. Als je stil gaat staan, zorgt dat namelijk ook voor meer focus en concentratie. En je kunt later altijd bewegingen toevoegen als je basis goed is. Ik ga een stukje voordoen. Met het liedje Vader Jacob, met een verkeerde houding en een goede houding. Allereerst bijvoorbeeld als ik helemaal ingezakt sta. Vader Jacob, Vader Jacob. Nu ga ik rechtop staan. Vader Jacob, Vader Jacob. Bijvoorbeeld als ik mijn hoofd te ver naar voren steek. Vader Jacob, Vader Jacob. Vader Jacob, Vader Jacob.
op. Of als ik mijn kin te ver naar boven doe. Vader Jacob, Vader Jacob. Of te ver naar beneden. Vader Jacob, Vader Jacob. En weer recht. Vader Jacob, Vader Jacob. Waarschijnlijk hoor je wel een verschil in de klank. En is de klank veel vrijer als je dus de juiste houding aanneemt. Probeer dit zelf ook even. Dus ga bij jezelf na wat er gebeurt als je bijvoorbeeld helemaal ingezakt gaat staan en zingt. Als je je hoofd te ver naar voren doet. Of je kin te ver omhoog of naar beneden. En luister goed naar wat dat voor invloed heeft op jouw klank. Probeer er vanaf nu ook voor te zorgen dat op ieder moment dat je een liedje gaat oefenen, dus echt gaat oefenen, dat je ook let op deze basishouding waarin je gaat staan. Laten we nog één keer samen opbouwen. Dus begin bij je voeten op heupbreedte, wijzen naar voren, knieën niet op slot, bekken lichtjes gekanteld, rechte rug, schouders laag en borstgebied open, een lange nek en je hoofd rechtop je romp. Denk weer aan het touwtje naar het plafond. Heel veel succes met oefenen en tot de volgende keer.